Hallo en welkom bij bitcoinbaas.nl. In deze video ga ik het hebben over het verschil tussen spot, margin en futures. Weet jij al wat het verschil is en ben jij al bezig met futures te reden... ...en snap je al precies hoe je een margin positie moet gaan opbouwen... ...dan is deze video niet voor jou. En dan wil ik jou vragen om je aan te melden hier rechtsonder op de Discord... ...om gezellig met de community te komen kletsen. Heb jij hier nog wel vragen over... Dan is deze video voor jou. Ik zal hem ook timestampen, zodat jij voor jezelf kan opzoeken welke informatie jij nodig hebt. Laten we snel beginnen. right, ik pak mijn pen tool erbij, want de vraag die we eerst gaan behandelen is: wat is het verschil tussen spot, margin en futures? Ik ga het één voor één simpelweg uitleggen. Wat is spot? Spot betekent dat jij. ...de munt die jij koopt in bezit hebt. Hoe kan je het een beetje zien? Stel je voor, marktplaats is de markt. En jij zit achter je computer. Je vraagt van, hé, hey, uh, ik zie hier een, uh, een, een iPhone die jij verkoopt. Die wil ik graag kopen voor 1000 euro. Perfect. Jij legt die 1000 euro op tafel bij degene die het verkoopt. En op een gegeven moment heb jij de iPhone in bezit. Dus dan is die van jou. Dit betekent dat jij het... Spot hebt gekocht. Oké, okay, dus ik zal het hier even bijzetten. Spot is in bezit. Dan hebben we nog margin. En ik, ik schrijf het gewoon even. Dus uh, sorry als je mijn handschrift moeilijk kan lezen. Ik doe mijn best, ik doe mijn best. Uh, maar margin is ook dat je het in bezit hebt. Maar wat je eigenlijk zegt tegen diegene op marktplaats is... Hé, hey, ik heb uh, uh, 1000 euro. En als onderpand dan uh, geef ik hier een fles Coca-Cola... Maar in plaats daarvan wil ik niet één iPhone, maar wil ik twee iPhones van jou hebben. Waarvan één iPhone van mij is. En de tweede iPhone, uh, die leen ik even van je. He, zodat ik dubbel zo snel kan bellen. Ik noem maar even wat. Ja? Wat gebeurt er op, als er op een gegeven moment de cola-fles, de inhoud ervan, leeg is? He, je drinkt deze ondertussen op. En je hebt dus op een gegeven moment cola niet meer als onderpand. Dan verlies jij allebei de iPhone. Dat is hoe je margin kan zien. En ik hoop dat deze uh, analogie een beetje heeft geholpen om te begrijpen dat jij. Je leent in principe niks. Maar je hebt een extra onderpand in jouw positie. Waardoor jij dus extra geld kan bijlenen. Kan je die margin. Hè, marge, kan je de, de margepositie niet meer openhouden. Dan verlies jij je gehele positie. Dus je leent niks. Je kan alleen je initiële inzet kwijtraken. Nou, dan hebben we nog futures, futures. En dat is in principe hetzelfde als wat margin is. Het grote verschil is dat je bij margin heb je niks in bezit, maar is het simpelweg een contract. Het gaat helemaal niet om echte munten. Het is een futures contract. De munt bestaat niet echt. Het is meer van oké, okay, uh, we tekenen een contract van duizend uh, uh, euro, ja. Waarop staat dat jij een iPhone krijgt. In dit geval in crypto is het dan. Ik ga ervan uit dat de prijs omhoog gaat. Ik leg daar 1000 euro op in. Op het moment dat de prijs omhoog gaat, krijg ik de winst als het verschil. Gaat de prijs omlaag, moet ik het verschil terugbetalen. En daar sluiten wij een contract voor af. Dus dat is het verschil tussen spot, margin en futures. Wat is leverage dan precies? Dat is namelijk weer een heel ander verhaal. Als je iets spot koopt, betekent het simpelweg. Dat je iets met één keer leverage koopt. Oftewel geen leverage. Je hebt het namelijk in je bezit. Gaat de prijs 99% omlaag? Uh, heb je nog steeds dezelfde aantal munten? Hè? Dus om het even, even te, in perspectief te brengen. Uh, jij hebt, laten we zeggen, 10 bitcoin gekocht. 10 bitcoin. Oh. 10 bitcoin. En de prijs is op het moment van kopen. Uh, even, even voor het gemak 100 dollar. Oké. Okay? Stel dat de prijs min 99% gaat, dat betekent dus dat uh, er nog 1 dollar over is, van, qua waarde van jouw 10 bitcoin. Maar als je het spot hebt gekocht, jij hebt nog steeds 10 bitcoin in bezit. Dus als jij niks verkoopt, realiseer je dit verlies helemaal niet, oké? Okay? Dat is even belangrijk om te begrijpen dat jouw 10 bitcoin blijft altijd 10 bitcoin. Op het moment dat jij met leverage gaat spelen, laten we zeggen jij uh, speelt met een leverage keer 2, dan betekent dat jouw 10 bitcoin is opeens 20 bitcoin. En dat betekent ook dat jij dus speelt met een waarde van niet 100, maar 200 dollar. Maar wat is dan de catch? Kan je zomaar gratis extra geld krijgen? Ja, je kan zomaar gratis extra geld krijgen. En nu is het niet zo dat jij extra geld krijgt, maar je vergroot je positie. Uh, leverage betekent dus, hè, als je eerst 99% omlaag moet gaan om naar 1 dollar te komen, moet het in deze positie nog maar de helft. Dus laten we zeggen 48%, klopt dat? 48% uh, omlaag gaan uh, om tot dezelfde 1 dollar te komen. Oké? Okay? Hopelijk uh, is dat een beetje duidelijk zo. Nou, stel je voor, hè, in dit voorbeeld, je doet niet keer 1, maar je doet keer 10 leverage hè, met jouw 10 bitcoin. Dan heb jij dus 100 bitcoin en dan heb jij dus niet uh, een waarde van 100 dollar, maar een waarde van 1000 dollar. Maar 99% down is dan opeens ook 9.9% down om al je geld kwijt te raken. Nou, nu is het ook zo, hè, je leent niks. Veel mensen hebben de vraag van, oké, okay, als ik dan een leverage positie neem, hè, ik, ik krijg van. 100 dollar inzet, opeens 1000 dollar om mee te spelen. Moet ik dan 900 dollar terugbetalen? Dat is niet het geval. Want wat gebeurt er? Stel je voor, hè, jij hebt dus 100 dollar in jouw positie. Uh, dat is jouw initiële inzet. Dus dit is jouw leverage keer 1. Dit is wat jij bezit. Als jij leverage keer 10 doet, speel jij dus alsof je 1000 dollar hebt. Als dit fout gaat, hè, als de prijs min 10% gaat, oftewel. Hè, zonder leverage 100%. Als je dus min 10% gaat, zou je alles kwijt zijn. Dat betekent niet dat jij het verschil hoeft terug te betalen. Maar wat gebeurt er? Hoe werkt het? Jij moet van tevoren 5 dollar van jouw 100 euro is een marge. Een marge die jij moet kunnen onderhouden. Kan jij dit niet onderhouden? Eh, valt de prijs dus zo laag dat die 100 dollar opeens eh, 6 dollar wordt? Dan word je dus. Geliquideerd. Ja? Om, want bij 5 dollar word je officieel geliquideerd. Bij 6 dollar ben je in de gevaarzone, krijg je een liquidatiebericht. Uh, Vul je dan je margepositie niet aan. Dus wat je moet doen, je moet extra geld toevoegen aan jouw margepositie. Uh, om dit 5 dollar te behouden. Of in ieder geval, uh, hoe kan ik het beter zeggen? Stel je voor deze 100 dollar. Hè, en de prijs gaat omlaag dat jouw 100 dollar nog maar 6 dollar waard is. Je weet, bij 5 dollar word je geliquideerd. Dus wat moet je doen? Je moet, je, je moet uit eigen zak zorgen dat jouw positie, uh, dus in dit geval niet uh, 6 dollar meer is, maar 16 dollar. Dan heb je dus weer ruimte en dan mag de positie open blijven. Het mag in ieder geval niet onder 5 dollar vallen, want dan word je geliquideerd. Ja, dus gaat deze prijs weer omlaag, laten we zeggen, 16 dollar opeens weer 6 wordt. Moet je weer extra geld bijvoegen om jouw positie open te houden en zo door. Want als je onder die 5 dollar zakt, word je geliquideerd. Dat is belangrijk. En daarom heet het een margepositie. positie. Omdat je een margin -marge moet onderhouden om dat te mogen lenen. Bij futures werkt het eigenlijk net zo. Maar dan is het gewoon simpelweg een contract. Oké, okay? als je deze basis begrijpt, dan ben je al een heel eind. Dit is namelijk de onderliggende gedachte ervan. Begrijp je dit niet? Join dan even de Discord en stel even vragen aan mij of bekijk deze video nog een keer opnieuw. Ik snap dat het de eerste keer best wel lastig is, oké? Okay? Uh, ik ga zo meteen naar QCoin om het uh, uit te leggen hoe je het precies koopt, verkoopt en hoe het werkt met het terugbetalen, want dat is ook wel belangrijk. Eerst nog iets anders. Um, hoe werkt het dan precies met de leverages en de percentages en uh, het onderhouden? Nogmaals, één keer leverage, dan mag de prijs, kan de prijs 100%. Stijgen voordat jij een uh, verdubbeling maakt. Ja, dus je gaat dan uh, keer 2, je verdubbelt je inzet. Met een uh, leverage keer 2, en leverage is in het Nederlands hefboom, dus als jij hefboom ziet, is dat leverage. Uh, betekent dat dat de prijs maar 50% omhoog hoeft te gaan om dezelfde uh, verdubbeling mee te maken. Doe jij dat met een 10 keer hefboom/slash leverage. Hoeft de prijs maar 10% te dalen of te stijgen. om dezelfde twee keer uh, te krijgen op jouw account? Dus je ziet dat het heel lucratief kan zijn. om met leverage te werken. als je vooral. Uh, als je een, met een lager bedrag begint. omdat je veel sneller. jouw account kan gaan verdubbelen. Vandaar dat in de 500 naar 10k challenge. gebruiken we ook een 2x margin. Dat gezegd hebbende, is het ook. Werkt het ook averechts. Als in, als de prijs dus 10% daalt, ben jij je hele positie kwijt en ben je geliquideerd. Oftewel, uh, hé, laten we nog een keer het voorbeeld van de bitcoins nemen. Je hebt 100 euro waar je mee begint. Gaat met spottrade de prijs 99% omlaag? Dat geeft niet, waarom? Je hebt nog steeds uh, 1 dollar. Uh, over. En je hebt nog steeds hetzelfde aantal munten als dat je hier had. Hè? Dus de aantal munten blijft hetzelfde. Doe je dit met een leverage? Uh, je hebt 100 euro en je doet het leverage keer 10 en de prijs gaat 9,9% omlaag. Dat betekent dat jouw hele positie geliquideerd is. Je bent deze 100 dollar kwijt. Dus daarom zit er heel veel risico aan. Om met hoge leverage te spelen. En zou ik dit ook absoluut niet aanraden. als jij geen ervaren trader bent. Goed, laten we naar Qcoin gaan. Ik heb hier uh, het account van de challenge. die wij dagelijks op onze livestreams laten zien. En ik wil even met jullie doorlopen. hoe jij uh, margin kan gaan kopen, kan gaan verkopen. en noem maar op. Oké, okay? want uh, we gaan hierboven naar handelen. en je ziet hier. je hebt spothandel en margehandel. En dan heb je onder derivaten. heb je dan de futures, oftewel de contracten. Maar we gaan het eerst hebben over margehandel. Klikken het aan. Handelswachtwoord invoeren. En wij hebben een positie op Gala op dit moment. Okay, het speelt zich allemaal af. En hieronder zie je welke posities je hebt. Het speelt zich allemaal af hier aan de rechterkant. En hier kan je kiezen tussen spot, kruis en contract. Okay, contract is dus de uh, 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 futures. Maar we hebben het hier over kruis. Dan ga ik je nog uitleggen wat kruis en geïsoleerd betekent en wat het verschil is. Dus we gaan weer terug naar het whiteboard. Als we kruis hebben, Dit gaat, ik leg eerst kruis uit. Dat betekent als jij één positie hebt, dan is het in principe geïsoleerd. Ja? Maar heb je meerdere posities, die moeten allemaal een percentage marge onderhouden. En als je kruis kiest, betekent dat dat al deze posities met elkaar gekruist zijn. Vandaar ook het woord kruis natuurlijk. Dus betekent dat dat deze munt slecht gaat... dan moet, moeten deze, deze andere posities moeten, uh, uh, het, het, de positie kunnen onderhouden. Wat betekent gaat alles slecht... dan is dat heel slecht voor jouw kruispositie. Dus je wilt alleen een kruispositie nemen... als jij zeker weet dat je aan de bodem instapt met al jouw posities... of dat jij de leverage kan aanvullen... Uh, de marge positie kan aanvullen uit je eigen zak als het slecht gaat, oké? Okay? Um, dus dat is kruis. Wat is dan geïsoleerd? En ik noem het even iso. Dat is simpelweg, hè? Dit is één positie die je hebt. Dit is één positie die je hebt. En dit, dit is één positie die je hebt. Op het moment dat deze slecht gaat en deze gaan prima of gewoon normaal, deze gaat slecht. Je zou liquideren hier. Um, heeft dat niks te maken? Met jouw andere positie. Die blijven gewoon lopen. Gebeurt het hier als één positie liquideert? Liquideren alle posities. Okay. Uh, wat is dan het voordeel van een kruispositie, hoor ik je denken? Als het goed gaat, hè, dus laten we zeggen deze gaat keihard omhoog, kan je de winsten ook gelijk investeren in jouw andere posities die nog niet hard zijn gegaan. Dus dat heeft ook zijn voordelen. Uh, dus kies jouw strategie. Kies jouw techniek. Kies jouw strategie. Nogmaals, dit wil je eigenlijk niet doen als je er weinig verstand van hebt. Of de charts niet zo goed kan lezen. Uh, maar in principe, als je het toch wil doen, kies dan voor veiligheid en kies voor ISO. Dat, uh, Even zou ik je tussendoor. Aanraden. Ik krijg heel vaak de vraag: op welke exchanges moet ik nou spot gaan handelen? Wil jij spot gaan handelen? Dan raad Bitcoinbaas Bybit aan. En ik ga je drie redenen geven waarom. En dat is één. Er is iemand van support in onze Discord server. Dus gaat er iets mis, kunnen wij voor jou heel erg snel gaan schakelen. Ten tweede, heeft Bybit hun orderbooks goed onder controle. Ik weet niet of je het wel eens hebt gemerkt. Als de markt heel volatiel is, dat Bitfavel er wel eens uitlicht. Dit probleem heeft Bybit niet. En ten derde, hebben ze heel erg veel keus als je hier naar trade en spot gaat. Kijk eens hoeveel coins ze hier hebben. Dus hier kan jij. Heel veel kopen. Dus wil jij 20 dollar gratis? Meld je dan even aan via onze link hieronder. Stort 100 euro. Uh, doe de verificatie en ontvang 20 euro gratis. Laten we snel verder gaan. Oké, okay, uh, nou wij kiezen dus. Wij hebben hiervoor geïsoleerd gekozen. We zien hier ook in de posities uh, onze posities. We hebben hier een gala-positie. Uh, zie je dat? Nee, dat zie je niet. Sorry. We hebben hieronder een gala-positie. En we hebben een R-Wave-positie. En als we hier kijken, zien we ook onze schuldgraad. Dit is de marge die we open moeten houden. Op het moment dat de schuldgraad op 97% komt, dat betekent dat we geliquideerd zijn en dat we al ons geld van de positie kwijt zijn. Dat wil dus zeggen, als wij de schuldgraad met hoog risico zien, je ziet het hier laag risico op dit moment, we zitten op 50%, dat betekent dat de prijs. Nog ongeveer 46% omlaag kan voordat we liquideren. Oftewel, we hebben helemaal geen stress op dit moment. Komen we te hoog? Wat we dan willen doen is simpelweg: we willen wat extra geld aflossen of we willen wat extra marge toevoegen. Oké, okay, onthoud dat. Dat is erg belangrijk als jij dit gaat doen. Nou, hoe, hoe wil je dit nou kopen? Uh, ik doe even als voorbeeld. Uh, ik heb nog 100 euro op het handelsaccount staan, als het goed is. Uh, U.S.D. Kijk hoor. Betaalaccount, sorry. Ik heb nog 100 dollar op het betaalaccount staan. Wat je wilt doen, hè, je hebt natuurlijk geld op je betaalaccount. En dat wil je overzetten naar jouw geïsoleerde margeaccount. Dit zijn verschillende portemonnees. Voor elke munt is het anders. Kies jij voor kruis, dan heb je één portemonnee. Ja, omdat het natuurlijk allemaal samen is. Dus in dit geval, stel je voor je wilt een geïsoleerde margepositie openen op Gala, waar we nu zijn. Moet je van je betaalaccount naar geïsoleerd. Je klikt op 100. Of in ieder geval hoeveel geld je ook wil doen. En je klikt op bevestigen. En dan zie je dat als we... We zitten nu niet bij Gala. Sorry. Dan zie je als we naar Gala gaan en geïsoleerd. Dat opeens hier 100 uh, dollar beschikbaar is. We hebben hier ook een margin staan. Uh, keer 2. Um, dus als we hem nu op keer 1 zetten. Dan zien we ook dat we hier letterlijk 100 zien staan. Maar omdat ik hier al een positie had. Wat eigenlijk achteraf niet het slimste was. Ik had een andere munt moeten nemen. Uh, ik ga het er even uithalen voor nu. Uh, voor dit voorbeeld ga ik een ADA nemen. Cardano. Ja, Cardano geïsoleerd. En dan gingen, gingen we hier van. Sorry, ik doe het weer fout. Ik zit nu op USDC. ADA, USDT. Yes, oké, okay, nu zijn we er. Geïsoleerd. En we gaan van het betaalaccount naar geïsoleerd margin account, oké? Okay. Sorry, handelsaccount staat het geld nu naar geïsoleerd margin account. da USDT, oké, okay, we pakken ACH USDT. het maakt even niet uit als voorbeeld. Welke munt je ook wilt, je moet het van, dus van jouw handelsaccount naar geïsoleerd account. Waar ging je nou net mis? Uh, ik ging, misschien gelijk een goed voorbeeld, ik ging dus van Cardano geïsoleerd. Niet naar mijn betaalaccount, maar naar mijn handelsaccount. Dus hou goed rekening mee met waar jij, in welk account jij het terugstoort. Ik heb het nu gevonden. We gaan van handelsaccounten naar geïsoleerd margeaccount. Check. Waar je op wilt letten is dat jij, hè, je kan hier natuurlijk een limietorder zetten als je de prijs lager wilt, uh, als je lager wilt instappen. Maar in principe, als jij gelijk wilt instappen, dan zet je hem op markt. En waar je op wilt letten als je het koopt. Is dat je automatisch lenen aanklikt. He, je kan hier kiezen, standaard, automatisch terugbetalen. Als jij het op standaard zet, dan leen je niks. Okay? Dan ben je gewoon spot aan het kopen. Dus je wilt hier automatisch lenen invoeren. Vervolgens hier stel je je hefboom in. Kies hier de hefboom die jij wilt nemen. Laten we zeggen uh, hefboom 2. Um, en vervolgens. Wacht even, vervolgens. Sorry, ik ben toch weer naar Cardano gaan terwijl we naar ACH moeten gaan. ACH UZT, kijk, daar zijn we, daar zijn we geïsoleerd. En dan zie je dat we hier 500 dollar beschikbaar hebben omdat we op automatisch lenen staan met een hefboom keer 5. Je zal zien, als we een hefboom keer 2 kiezen, dan hebben we opeens 200. Ja, nogmaals, we hadden initial 100, hefboom keer 2, opeens spelen we met 200. Nou, wat je simpelweg kan doen is 100% kiezen. Uh, hè, als jij je volledig in wil schalen, Je kan ook kiezen voor 50%. Uh, dan ben je dus bezig met een 100 hefboom, omdat jij al 100 euro van jezelf erin hebt. Je zal zien: duur je 75%, leen je dus 50%. Oké, okay. nou voor uh, uh, dit geval om het voor te doen, ga ik hem gewoon even kort kopen. Ja, we hebben een hefboom een keer twee gekocht. Even dubbel checken: staan we op lenen? Ja, 100% erin. Perfect. We gaan hem kopen. Bevestigen. Wat er dan gebeurt, dan zie jij onderin, en ik zal het scherm iets opzij zetten. Hier onderin zie je je posities. ACH staat nu als positie. We zien dat we een schuldgraad hebben van 49,83%. Als je onder de 50% zit op een keer 2 leverage, sta je dus in de profit. Ja, en uh, staan we daarboven, we zien dat we op deze posities 4% uh, in de min staan en hier 2%. Dus de, zo kan je ernaar kijken. Nou. Wil jij jouw positie nu sluiten, uh, kan je simpelweg uh, uh, even kijken, hier naar verkopen gaan. En ik weet niet waarom ik opeens op dood zit. Maar je moet naar, natuurlijk naar de geïsoleerde wallet gaan waar jij wilt verkopen. En simpelweg wil je dan niet automatisch lenen klikken, maar je wilt automatisch terugbetalen klikken. Zoals je ziet, we hebben hier 6.858 ACH's. Wat we dan simpelweg doen, is klikken op 100%. Verkoop ACH. Oké. Okay. Nou, je kan het ook hieronder doen met uh, aflossen. Maar als we nu weer naar kopen gaan. en we doen de hefboom even weg. zien we dat we onze 100 dollar weer terug hebben. Oké, okay? dus Keynote: Kopen, Markt, Automatisch Lenen. Wil je het uit de positie? Kies je Verkopen, Markt, Automatisch Terugbetalen omdat het automatisch terugbetalen is, uh, hoef je verder niks te doen. Oké, okay? dus dit is hoe je erin en eruit gaat. Maar nu zijn we long gegaan. Wat als we nou short willen gaan en hier wordt het vaak lastig voor de meeste mensen. Oké, okay. we willen automatisch lenen. We klikken op verkopen om een short positie te gaan openen. We willen hier leverage keer 2 natuurlijk. En dan zien we dat we hier 3400 ACH kunnen gaan lenen. Simpelweg, we doen verkopen, markt, automatisch lenen en we klikken op verkopen. Ja, Dus dit is een beetje tegenstrijdig, wellicht voor je gevoel. Maar omdat je het aan het lenen bent uh, en het verkoopt, ben je dus in principe aan het shorten. Oké, okay, we klikken op bevestigen. En als we nu hier onderin kijken bij onze posities ACH, uh, zien we hier dezelfde schuldgraad 49,8. Uh, maar we zijn nu in een short positie. En hoe kunnen we dat zien? Onze liquidatieprijs ligt op 0.56. Wat dus hoger is. He, dus als je hoger geliquideerd wordt. Betekent dat dat de prijs niet omhoog mag gaan. Oftewel je bent aan het shorten. Zo kan je dat voor jezelf checken. Waar ligt je liquidatielevel? Nou waar het voor de meeste mensen lastig wordt. Is het feit hoe kan ik, het nou weer, hoe kan ik mijn short nou weer closen? Hier lopen mensen heel vaak vast. Dan wil je dus op kopen klikken met automatisch terugbetalen. Oké, okay, nogmaals: uh, kopen, markt, automatisch terugbetalen. Wat je dan doet, je klikt op 100%, he, je wilt je hele positie sluiten, koop ACH. Oké, okay, dan zie je succesvol geplaatst. En dan zie je dat hieronder jouw positie ook uh, uh, ja, wordt verkocht. He, dus je bent uit de short. En als we dan naar standaard gaan, dan zien we wat er eigenlijk werkelijk gebeurt. Hij is het uh, nog even aan het liquideren. Dan zie je dat als we uh, weer naar nul gaan. Ja, en nu hebben we geen leverage. Wat we zien is dat de, ons geld nu terug komt te staan in ACH's. Nogmaals, wat ik hier zei. Uh, of had ik het verwijderd? Nee, nog niet. Margin is je bezit het met een lening. Oké, okay? dus wij bezitten letterlijk deze ACH munten nu. Dus heel veel mensen denken: Hé, hey, mijn geld is niet teruggekomen. Wat moet ik doen? Je moet simpelweg nog even uh, 100% klikken. Maar dit keer wil je het niet lenen. Maar wil je op standaard kiezen. Want dit zijn gewoon standaard jouw munten. Als je nu weer automatisch lenen klikt, uh, ga je weer in een short-positie. We willen gewoon onze USDT terug. Daarom moeten we onze munten die we hebben verkopen. En dan zal je zien als je dit doet. Uh, als, je dit, ja, als je dit doet, Qcoin is wat traag, zie je dat je je dollars weer terug hebt. Oké, okay? dus dat is hoe je, ik heb nu laten zien hoe je uh, long gaat, hoe je short gaat. En ook hoe je je short positie weer, je munten weer kan verkopen. Uh, zodat je je dollars weer terug hebt. Nou wil je nou helemaal uit ACH en deze margin positie. Wat je dan simpelweg doet, je gaat van geïsoleerd margin account. Terug naar je handels- of betaalaccount. In dit geval wil ik het naar mijn betaalaccount. 100%. En eh, als we nu naar de Activa gaan, betaalaccount. Zie je ook dat het geld weer terug is op het betaalaccount. Dus ik hoop dat dit je heeft geholpen met het kopen, verkopen, long gaan, short gaan. Heb je hier vragen over? Nogmaals, vraag het even in de Discord. Want. Wat ik nu heb laten zien, dat is wat het is. Oké. Okay? Laten we nog snel even gaan over futures. Hè? We gaan naar futures overzicht. Dat ziet er dan weer net wat anders uit. Um, 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 begin met handelen. Ik heb het hier nog niet eens ingeschakeld. Futures handelen inschakelen. Yes. Prima, prima. Begin met handelen. Uh, hier werkt het een stuk simpeler. Stel je dat je op de futures wilt handelen. Uh, je gaat naar. Hierheen, je zet wat geld, hè? laten we zeggen we willen deze 100 euro op ons futures account hebben. Wat je kan doen, hè? stel je voor je wilt op Bitcoin een, een, een trade openen, je gaat hier, je kiest hier de hefboom die jij wilt. Nogmaals, ga niet boven in ieder geval, uh, voor Bitcoin is het anders. Hoe werkt hefboom? Uh, Bitcoin is de grootste munt, hè? dus als jij hier een hefboom keer twee doet, je ziet als we hierheen gaan. Dat Bitcoin over het algemeen minder hard daalt dan met altcoins. Oké, okay? dus de leverage kan je over het algemeen wat hoger zetten. Um, doe je leverage op een lage coin met hele hoge leverage, betekent dat je heel snel gestopt wordt, omdat de, de prijsfluctuaties, de volatiliteit een stuk groter is. Oké, okay? hou daar rekening mee. Maar over het algemeen wil je gewoon niet hoger dan een 10 leverage gaan. Als jij een serieuze trader bent en serieus geld wil gaan maken. Uh, naar mijn mening, alles boven, in ieder geval 50, is simpelweg gokken. Kan je net zo goed even naar Holland Casino gaan om daar een leuke avond te hebben. Komt op hetzelfde neer. En je zal nooit, 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 nooit succesvol en rijk worden binnen crypto. Als jij hoge leverage gaat treden. Geloof me, ik heb het heel lang gedaan. Het, is, het heeft een soort van verslavingseffect. Je maakt heel snel geld, maar je bent het ook zo kwijt. Nogmaals, je bent aan het gokken. En ik spreek uit ervaring. Dit is niet the way to go. All right. Uh, dat gezegd hebben Dan hebben wij nu 100 in het account. We hebben een hefboom van 5 ingesteld. Wat we willen doen. Heel simpel. Uh, je kiest hier 100. Hè? We willen deze hele 100 investeren. Keer 5 hefboom. Zie je dat we 500 dollar ongeveer hebben. Wat je alleen nog hoeft te doen. Is simpelweg. Koop long. Uh, of verkopen short. Vergeet niet je take profit in te stellen. Oh. Hier is het dat hij alles laat zien. Maar wat je wil doen is. Uh, hier je Take profit en stoploss instellen, of je take profit en stoploss is zelf voor short. He, je moet even beslissen voor jezelf wat je wil gaan doen, en dan vul je gewoon simpelweg in waar jouw stoploss staat of waar jouw take profit staat. Even kort, wat is een stoploss? Stel je voor dat de prijs onder 60k valt. Wil ik dat ik uit mijn positie ben, uh, dus dan zet ik mijn stoploss hier op 60.400 bijvoorbeeld. He, dan vul je dat gewoon in, 60.400. En ik wil, uit, ik wil mijn winst pakken op het moment dat we boven dit level komen, laten we zeggen 65.000. Zo, Als jij nu zegt. oké, okay, we gaan vanaf hier long. Dan uh, nou zit je in je positie. Je stoplossen staan, je take profit staan, je hoeft niet meer terug te komen. Uh, alles werkt automatisch. Dus dit is wat futures is. Meer is het niet. right, we gaan snel verder. Uh, wat hebben we behandeld? Uh, wat is leverage? Hoe koop je met margin? Hoe short je met margin? En hoe werkt het met terugbetalen? Uh, dit hebben we eigenlijk allemaal gehad. Het enige waar ik vaak nog wel eens vragen over krijg, uh, dat is eigenlijk puntje 6. Uh, en dat is hoe herinvesteer jij je winst met margin. Oké, okay, dit is een heel interessant onderwerp. Oké, okay, dit ging uh, een beetje mis. <laughs> hoe investeer jij je winst met margin? Oké, okay. nou, met futures is het simpel. Je gaat in je positie... En of de prijs 10% omhoog gaat, dan verdubbel jij, gaat de prijs 10% omlaag, ben je alles kwijt met een 10, als het gaat om een 10 keer leverage. Simpel, je kan je winst niet herinvesteren. Met een margepositie, omdat jij je munten bezit en jouw winst dus ook bezit, kan jij die winst weer terugstoppen in jouw positie. Dus laten we zeggen, we gaan hier met 100 dollar uh, stappen we de trade in op dit punt. En de prijs gaat vanaf hier omhoog, 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 omhoog. En op een gegeven moment betekent dat dat we hier uh, 200 euro hebben. Ja, de, we zitten hier met een keer 10 leverage. De prijs is 10% omhoog gaan. We hebben ons, ons geld verdubbeld. Ja, dit, dit moet de chart voorstellen. Dit, uh, ja, dan hebben we dus 100 euro profit. Stel je voor dat dit futures was, kan je hier niks aan doen. Je kan je winst niet herinvesteren. Dus hè, je kan alleen lekker wachten. Dan gaan we nog eens 10% omhoog. Uh, verdubbelen we het nog eens, hebben we 300. Ja, dit is hoe futures eruit ziet. En dan kan je simpelweg doorgaan. En als de prijs weer zakt, uh, kan je besluiten. Oké, okay, ik zet mijn stoploss hier. Uh, ik, heb, ik pak mijn 100 winst en that's it. Je kan dat, daar niks mee doen. Hoe ziet het dan uit met margin? Eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè? We gaan met 100 euro keer 10 leverage. De prijs stijgt 10%. Uh, en dan hebben we in ons balans... 200. Wat staat er dan op jouw account? En ik, ga het, ik moet het even laten zien, anders begrijp je het denk ik niet goed. Ga naar onze geïsoleerde margin. Oké, okay. nu zal je zien op het moment, we staan op dit moment 30 dollar verlies op onze gala positie. Maar je zal zien als, als we hier 30 dollar plus zouden staan, zien we dat we hier bij beschikbaar geld 30 USDT hebben. Oké, okay, onthoud dat. Dat is belangrijk. Dus dat staat hier, wat zou je daarmee kunnen doen? Je kan dat 100% bijkopen op Gala. Dat is mogelijk bij Margin, wat niet bij futures kan. Oké, okay, stel je nou voor, jij hebt de vraag: mijn schuldgraad gaat in hoog risico. We komen bij 97, 98% word je geliquideerd. Stel je voor, jouw schuldgraad is rond de 94%. Je bent in paniek. Je bent in de stress. Hoe verlaag je de schuldgraad? Dat is eigenlijk heel erg simpel. Nogmaals, wat je dan wilt doen is naar je geïsoleerde account. Hè, want je hebt je spot account, geïsoleerd account. Dat zijn aparte accounts. Wat je dus wilt doen is je wilt extra geld. En dan klik je op dit knopje hier van transfer, hè, overboeken. Dan maak je extra geld van jouw handels- of betaalaccount. Waar jij dan ook geld hebt staan. Stort je, dus in dit geval van handelsaccount, stort je naar jouw... Geïsoleerde margin account of jouw kruisaccount uh, waar je ook mee bezig bent. He, kies je hier het bedrag wat je hebt staan. Ik heb nu niks in mijn handelsaccount staan, maar stel je voor, je hebt hier 1000 euro. Uh, je wilt jouw schuldgraad verlagen en je wilt daarvoor 100 euro extra aan margin gebruiken. Kies dan 100, klik op bevestigen. Vervolgens ga je het hier terug zien staan. Zie je dat? <laughs> nee, dat klopt. Je ziet het nu niet. Maar ik bedoel van, uh, uh, dan komt het hier te staan. Wat je daarna wil gaan doen, je wilt op aflossen klikken. Daarna hè, kies je natuurlijk simpelweg, hè, je ziet hier ik heb 200 dollar schuld en ik heb net 100 dollar toegevoegd. Wat je dan simpel doet is die 100 dollar die ga je afbetalen. Wat gebeurt er vervolgens? Jouw schuldgraad gaat omlaag. Dus wil jij margin toevoegen of hoor je mij ooit praten over extra margin toevoegen, bedoel ik eigenlijk je wilt jouw schuldgraad aflossen. Je wilt wat extra schuld aflossen. Uh, en waarom moet je dat doen? He, stel je voor, jouw liquidatieprijs ligt hier. Op het moment dat jij dus uh, omlaag gaat, uh, dat dat prijs verder omlaag gaat, betekent dat, dat jouw schuldgraad omhoog gaat. Oké? Okay? En uh, als het dit punt aanraakt, betekent dat dat jij geliquideerd wordt en dat jouw schuldgraad op 97%, 98% is gekomen. Uh, gaat de prijs omhoog, gaat jouw schuldgraad ook omlaag en sta je dus winst. Dat uh, moest ik nog even uitleggen tussendoor. Nou, in dit, in dit voorbeeld zouden we daar dus uh, 100 dollar hebben staan als profit. Wat het idee is, je kan dan besluiten, hé, hey, in plaats van dat ik mijn winst pak, herinvesteer ik deze 100 dollar in mijn initiële positie. Wat gebeurt er? Deze 100 dollar wordt 200 dollar als mijn huidige positie. Je hebt jouw winst herinvesteerd. Uh, normaal gesproken zou jouw liquidatielevel bewijzen van, hè, ik maak een rode lijn, jouw liquidatielevel zou hier liggen. Maar herinvesteer jij jouw winst, verhoog je dus ook jouw liquidatielevel. Dus daar moet je voor oppassen, want gaat de prijs nou omlaag, dan ben je op dit punt geliquideerd, ben je jouw gehele 100 euro plus 100 euro winst kwijt. Okay, terwijl als normaal, als je het niet zou herinvesteren. Her zou je dus ruimte hebben tot hier en dan zou er niks aan de hand zijn. Dus dat is belangrijk om te weten. Um, hoe ga je hier dan mee om? Wat ik dus aanraad aan iedereen die dit wil gaan doen. En ik ga even terug. Stel we zijn op dit punt 100 dollar winst. Wat jij wilt doen, je wilt wachten, 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 wachten. Tot de prijs support heeft gevonden in een pullback. Op dit punt heb je wellicht uh, geen 10% winst, maar heb je nog maar 7%, oh, 7 winst. Ja, dat betekent dat jij 70 dollar extra kan herinvesteren in jouw positie. Omdat jij die 70 dollar herinvesteert, is jouw liquidatielevel wat hoger. Maar omdat we de pullback al hebben gehad, is het risico niet zo groot dat je gaat liquideren. Want waarom? Na in een uptrend. Hè? De prijs gaat omhoog. En dan gaan we weer verder omhoog. Op een gegeven moment is jouw positie dus van 100. Is 170 geworden. Ja omdat je dit hebt herinvesteerd. Wat betekent dat jij dus ook 70% zo hard omhoog gaat. Zou je je winst niet herinvesteren. Zou je hier 300 hebben. Omdat we weer 10% omhoog zijn gegaan. Vanaf dit punt. Oké. Okay? Ik hoop dat je dat begrijpt. Maar omdat we het nu hebben geherinvesteerd. Uh, hebben we geen 300 gemaakt, maar hebben we opeens 360 gemaakt. Oké, okay. uh, je liquidatielevel blijft hetzelfde. Maar op dit punt betekent dat dat we hier weer 160 winst hebben gemaakt. Nou, dan gaan we weer naar Gala en dan zouden we hier weer extra 160 zien. Wat we in principe willen doen, is weer hetzelfde verhaal. Even wachten, wachten, wachten tot, uh, tot de dip is geweest. We vinden support. Wat doen we hier? He, dit was eigenlijk initieel 160. Maar op dit punt hebben we, ik noem maar even random wat, nog 90 extra winst. Die 90 stoppen we weer in de positie. Dat betekent dat de initiële 100. Uh, ja, ik zal het even net zeker. 100 was 170 geworden. En daar doen we nu nog eens 90 bij. Dat is 260. Ja, dus onze positie is van 100 gegroeid naar 260. Op het moment dat we nu. 10% omhoog gaan. Gaan we niet van 100 naar 200. Maar we gaan van 260 uh, naar 520. Dus zie je hoe lucratief het is. als je dit, deze skill mastert. en hoe hard je hiermee omhoog kan gaan. Ik weet dat heel veel mensen uit de community. en die de challenge meedoen. zich afvragen hoe het werkt. maar dit is hoe je deze margin. Uh, strategie werkt. Uh, uh, hoe dit werkt. Ik ga een mooi voorbeeld geven. Stel je voor. Dat jij dit had toegepast. Dat jij dit had uh, toegepast, even denken, in de vorige boeren bij een Solana. Je was uh, op dit punt in jouw margepositie gestapt. En ik gaf net het voorbeeld. Je wilt niet in het groen bijkopen. Je wilt bijkopen in deze correctie. In deze correctie. In deze correctie. Ja, en volgens in deze correctie. En op een gegeven moment he, zakt de prijs. En dan zie je, hé, hey, we maken geen nieuwe highs meer. Dan moet je tegen jezelf zeggen, oké, okay, op dit punt ga ik hieronder mijn stop los zetten. En dan ben ik uit mijn trade. Ja, maar tot die tijd kan je jouw positie vergroten, 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 vergroten. Zou je het zonder leverage hebben gedaan, heb je 125% gepakt. Uh, zou je dit elke keer compounden, zou je elke keer je positie dus vergroten. En heb je dus in plaats van 125%, kom je uit rond de 6, 700%. Dus begin je met een lage bedrag, is dit een hele mooie manier om snel geld te verdienen. En wanneer wil je dit niet toepassen? Uh, sterker nog, dat is. Uh, hè, we hadden, als je hier geen stoploss had gezet, had je zelfs nog de positie open kunnen houden. Maar dan had je dus bij jezelf moeten afvragen van, hey, is dit het einde van de boeren? Kan ik het nog open houden? Waar ligt mijn liquidatielevel? Uh, stel je nou voor dat jouw liquidatie, Ik ga dit even weghalen. Zo, 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 zo. Uh, Nogmaals, we begonnen hier op dit punt. Wat betekent dat de liquidatielevel wellicht ergens hier ligt? Op een gegeven moment kopen we hierbij. Liquidatielevel gaat hierheen. We kopen hierbij. Liquidatielevel gaat steeds omhoog, omhoog, omhoog. Als jij genoeg ruimte hebt en geld aan de zijkant om jouw liquidatielevel te verlagen. Stel je voor, je had je positie opengehouden en de prijs zak, zakt, zakt. We komen bij liquidatielevel. Je zou geld extra toevoegen aan jouw positie. Dat betekent dat. Dit leveltje hier uh, opeens verlaagd wordt terug naar het vorige level. Dus dat betekent dat je... Uh, even kijken, ik hoop dat ik het nog duidelijk zeg. Maar dat, dat je nog in plaats van dit 11% kon dalen, kan je opeens weer 20% dalen. Oftewel, je bent meer veilig. Maar dan moet je je marge wel kunnen onderhouden. En dus dat is hoe je ernaar kijkt. Je wilt dit alleen doen in een sterke uptrend. Okay? Uh, waarom doen wij het voor de challenge dan nu? Als we kijken naar Bitcoin... En we gaan op de weekly chart zitten. We doen dit op dit moment in een sterke uptrend. En dat, ja, we doen dit in een sterke uptrend. Dus we, wij gaan ervan uit dat we pas ergens, of hier, of hier in de bullmarkt zitten op dit huidige moment. Dat betekent dat we deze hele run omhoog nog onze margin-positie kunnen gaan opbouwen. Ja, op een gegeven moment moeten we tegen onszelf zeggen: hé, hey, de bullrun is wellicht aan zijn einde. We gaan onze positie helemaal sluiten. Maar tegen die tijd hebben we natuurlijk al veel winst gemaakt. En we kopen nu in op het moment dat alle positie. Laten we zeggen een EFX. Als je nu een marginpositie opent, we zijn al 46% down. Als jij een keer twee marginpositie opent, moet, mag de prijs nog 47% omlaag gaan om te liquideren. De kans is erg klein dat dat gebeurt. Dus nu een marginpositie openen is wat mij betreft uh, redelijk verantwoord. Zou je dat hierboven hebben gedaan? Dan was je nu waarschijnlijk geliquideerd. Of had je geld moeten bijvoegen. En dus, dit is een beter moment als je het nu kijkt dan een paar weken geleden. Dus, ik zeg: pak deze kans met beide handen aan als je met leverage wilt spelen. Dit is het moment. Nogmaals, ga niet met een leverage keer 10 je positie willen opbouwen. He, doe het verantwoord. Wij zijn ook maar met een leverage keer 2 bezig. Waarom? We willen onszelf ruimte geven om niet te liquideren. En uiteindelijk kunnen we altijd nog geld toevoegen als de markt weer bullish is om te gaan knallen, om de positie te vergroten, om eventueel hoge leverages te gaan nemen. Maar dat wil je niet doen als de markt heel erg dalende is. Nou, nu heb ik heel veel verteld. Heb je hier vragen over? Nogmaals, uh, ga naar onze Discord hieronder. Scan hem even met je mobiel. Je bent welkom, het is gratis. We hebben ook nog een VIP-lounge. Ik zal het even laten zien nu je er toch bent. Uh, hè, dit zijn onze gratis kanalen hier. Maar we hebben ook VIP-kanalen waarin we trade-setups geven. DCA-setups. Uh, praten veel over airdrops. Uh, we hebben hier VIP-meetings. Gisteren hebben we er eentje gehad. Om de week, elke maandag om 7 uur hebben we een VIP-meeting. Dan kan jij ons vragen stellen. Het kost slechts 24,95 per maand, nu nog. En je kan elk eerst van de maand uh, uh, een giveaway krijgen en een Solana winnen. 40 mensen doen mee, dus 1 op 40 kans. 41 als jij meedoet uh, om een Solana te winnen morgen. Dus. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. We hebben uh, ook nog een gratis masterclass op www.bitcoinbaas.nl. Ik zou zeggen, kijk die vooral als je beginnend bent. En vooral als je meer wil weten over ja, hoe, hoe moet je nou met de markt omgaan. En anders zou ik zeggen, tot in Discord. En ik kan niet wachten om jou te begroeten daar. Dankjewel voor het kijken. Tot in de volgende. Ciao, ciao.